Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We beginnen met de radarbeelden van Europa. Dan zien we een groot regengebied liggen van Zuid-Frankrijk tot in het noordoosten van Duitsland. Maar vooral in Duitsland is de situatie meteorologisch gezien wel interessant. En als je op de weg zit, hier en daar gevaarlijk, want aan de voorste begrenzing van de neerslag daar valt af en toe ijzel. En dan kan het de dus spiegel glad zijn, mocht je die kant op gaan bij ons uh, niets last van ijzel de neerslag die we hier zien die trok afgelopen nacht al over ons land en inmiddels hebben we droge omstandigheden eerste opklaring hebben we het noordwesten bereikt en daar gaat de zon flink schijnen en die opklaring breidt zich langzaam verder over het land uit dat zien we ook op de modelkaarten we zien hetzelfde neerslaggebied weer van Duitsland en Frankrijk we zien de wolkenvelden en als je goed kijkt ziet je dat het model ook voor noordwest Nederland al opklaring berekent exact zoals het ook uh, lijkt te gaan. Als ik de boel in beweging zet, zie je dat de opklaringen flink terrein winnen. Dus vanavond krijgen we brede opklaringen. En we houden dan ook rekening met snel dalende temperaturen. En uiteindelijk levert dat in de loop van de nacht mist op. Daardoor kunnen we morgenochtend hier en daar grijs beginnen. Uiteindelijk lost de mist wel weer op en krijgen we een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Het is ook nuttig om even naar Engeland te kijken. Of beter gezegd naar Ierland, Schotland en Wales. Want daar ligt een... Uh Behoorlijk regengebied morgenmiddag. Dat is een koufront en dat komt rap onze kant op. Gaat ons morgenavond bereiken. Brengt niet alleen regen, maar ook meer wind. Eerst komende nacht nog. We hebben dan te maken dus met opklaringen en daardoor nevel en mist. Temperaturen dalen gemiddeld na 2 tot 4 graden. Maar daar waar het wat langer helder is, kan de temperatuur dicht bij het vriespunt komen. Ook aan de grond kan het kwik onder het vriespunt komen. En met mist en natte weggedeeltes kan het dus plaatselijk glad worden. Morgenochtend lost de mist in de loop van de ochtend op. Ik wou zeggen rap, maar op sommige plaatsen zal het toch wel even wat langer duren. Uiteindelijk lost de mist wel overal op en krijgen we een afwisseling van zon en wolkenvelden. Het is ook lange tijd droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 6 à 7 graden. In de ochtend is de wind nog rustig, in de middag wordt die langs de westkust windkracht 6, dan begint de bewolking ook toe te nemen en in de avonduren gaat het vanuit het westen dan regenen en dan krijgen we ook te maken met meer wind. In het noordwesten kan een stormachtige wind komen, windkracht 8. Ook rekening houden dan met een zware windstoten, met name in deze regio, daar ten noordwesten van verwacht ik de zwaarste windstoten oplopen tot 90 km per uur. In de rest van het land morgenavond windstoten zo rond de 60 tot 75 km per uur. In de nacht en na zaterdag trekt dat dan allemaal weg. En dan hebben we zaterdagochtend weer van tijd tot tijd zon en droog weer. Zaterdagmiddag en avond neemt de bewolking weer toe. En vanuit het noordwesten wordt dan ook de kans op regen weer groter. Geen winterse omstandigheden, 8 graden wordt het ongeveer. Eerste kerstdag is de winter ook niet in het land te vinden, maximaal dan zelfs van 11 tot 13 graden. Met name in de ochtend en in de avond kan er wat lichte regen vallen, in de middag is het denk ik grotendeels droog en in de kustregio waait het van tijd tot tijd stevig. Dat geldt trouwens ook voor tweede kerstdag, ook dan verwachten we van tijd tot tijd regen en een stevige wind en hoge temperaturen. In de loop van volgende week wordt het allemaal weer wat droger, neemt de wind af en worden er vooral de nachten ook weer kouder, moeten we weer rekening houden met nachtworst. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl